President Desiree Delano Bouterse heeft afgelopen vrijdag een korte ontmoeting gehad met de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Sergei Lavrov. Tijdens deze tête-à-tête is gesproken over de relatie tussen beide landen. Volgens het staatshoofd kan dit bezoek gezien worden als een historisch moment, aangezien Rusland gerekend kan worden tot een van de grootste mogendheden van de wereld. De president gaf verder aan dat Suriname op diverse gebieden voordelen heeft aan dit bezoek, waaronder op het gebied van volksgezondheid en onderwijs. Tijdens het gesprek van minister Lavrov met vicepresident Michael Ashwin Adin is onder meer van gedachten gewisseld over de connectiviteit, mijnbouw en de agrarische sector. Volgens de bewindsman is nagegaan welke rol van betekenis Suriname kan hebben in de relatie met de Russische Federatie. Rusland is politiek strategisch een belangrijke partner, benadrukte de vicepresident. Adin is van mening dat Suriname maximaal gebruik moet maken daarvan. De minister van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie, Sergei Lavrov, is afgelopen vrijdagavond geland in Suriname en zaterdag weer vertrokken naar zijn land. Minister Lavrov was in Brazilië voor een meeting van de BRICS. In de BRICS zitten Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.